perfect in de korte kuur en is 5 plaatsen geklommen in het klassement. Staat nu op de 6e plaats. En dit is ook een vechter hoor. Die kan absoluut nog meedoen voor de medailles. Loets. Dubbel flip. Tweede loets. Heel mooi. Heel goed, drievoudige Rietberger, dubbel cherry flip. Geweldig, ze rijdt heel goed. Een bijzonder goede kuur met één foutje, één misser. En dat was de flip die ze dus niet gesprongen heeft. Die was dubbel, ik bedoel drievoudig natuurlijk. Maar ze heeft goed gepresteerd en reed werkelijk veel beter dan om 9:15 woensdagochtend. Dat hield niet over en het was voor haar natuurlijk ook een vreselijke loting. Dat is een nachtmerrie. Maar nu naar kunnen gepresteerd en het is een, ja, het is een zo attractieve rijdster. Heel lichtvoetig. Ze heeft veel charisma.
En u ziet het publiek. Ja, het is enig om naar te kijken. En dat vindt het publiek ook, die haar een staande ovatie geeft. Wat is dat Canadese kunstrijpubliek toch geweldig. Werkelijk geweldig. En wat gebeurt er nu? Het wordt al spannender. We hebben er nog één te gaan.